We hebben te maken met bosbranden boven Canada en daar komt heel veel rook bij vrij. Ja, tot voor kort kon het ons nog niet bereiken, maar omdat de wind naar het westen is gedraaid bij ons, hebben we nu heel veel last van die rookwolken die uiteindelijk ook bij ons terechtkomen. Nou, op dit moment hangt het nog boven de oceaan, maar de komende dagen drijft dat over ons land heen en dan kunnen we dat zien als een viezige, ja, bruinachtige gloed in de lucht. En ook bij zonsopkomst en zonsondergang kan het wat rooier zijn dan normaal. Bij die bosbranden komt heel veel rook en aerosolen en andere rommel vrij. En ja, bij die branden zelf zie je dat dat nog heel erg aan de oppervlakte blijft. Maar naarmate het verder van die brand afkomt, komt dat hoger in de atmosfeer terecht. En met die westenwind en die straalstroom komt het uiteindelijk bij ons in Europa terecht. In Amerika heeft dat wel impact. Daar zie je dat die rook nog wat lager bij de atmosfeer of lager in de atmosfeer blijft. En we kunnen ons allemaal nog wel die beelden van een paar weken terug herinneren uit New York. Dat het overal een beetje troebel was, dat er een hele dikke smog hing. Ja, daar is het echt wel slecht voor aan je luchtwegen. Maar bij ons zit het dus echt veel hoger in de atmosfeer. En is dus die kans dat het bij ons op de grond komt een stuk kleiner. En hoeven we ons zeker geen zorgen te maken. Omdat het zo hoog in de atmosfeer zit, ademen we het in principe niet in. En zijn er dus ook minimale risico's voor de gezondheid. Wat we wel merken in Nederland is dat de lucht wat troebeler wordt. De kleur van de lucht kan soms een beetje rood of bruin zijn. En ook de zonsopkomst en zonsondergang kunnen best mooi ogen. Dus op zich ook best wel weer wat mooie dingen. Dit fenomeen is niet enorm uitzonderlijk. In september 2020 zagen we ook dat rookwolken van bosbranden uit Canada Europa bereikten. En het leverde toen best wel mooie zonsopkomsten en ondergangen op.